hoor. De avondsjournaal komt weer verder. We hebben gebekerd tegen Telstra. Ja, het was toch lastiger dan we dachten. Maar we konden hem in de tweede helft beslissen. En we tokken met de twee doelpunten maken. Jo, sta ik met Dennis natuurlijk. Ja, die is heel blij, hè, maat? Ja, zeker. Dat je na zo'n hectische wedstrijd deze wedstrijd nog gewoon winnend af kan sluiten. Ja, super. Ja, als ik eerlijk moet zijn, ik vond Telstra niet erg goed. Nee, klopt inderdaad. Eigenlijk komen ze één keer voor de goal en dan staat het niet goed. En dan maken ze het gelijk af. Ja. En dan lopen we weer achter de feiten aan. Ja. En dan, in wat je zegt, is eigenlijk gewoon een ploeg van niks tegenover, maar toch kom je er nog achter. En dan is het knokken, want hun gaan natuurlijk de bus parkeren. Ja, logisch, maat, want ze staan op een 1-0 voorsprong. Ja, tuurlijk. En ze denken, nou moet Den Haag lekker komen. Ja, zeker. En dan, je kan gewoon nog het beeld lopen, hoor. Maakt niet uit, maat. Ja, dat is professionele tv, die lopen gewoon door het beeld, hè. Dus ik leg het even uit. Dus ze zijn ook niet gewend dat ik door het beeld loop. Nee, dat merk je niet, maat. Ik sta er een eind vanaf. Ik wil ons allebei in beeld hebben. Maar dat geeft niet. Ik heb het even uitgelegd. Kijk eens, we gaan weer verder met een waanzinnige interview natuurlijk. Waar waren we dan, maat? Waar waren we nou? Nou ja, in ieder geval, jij mag warm gaan lopen. En dan denk je, dan kom ik er zeker in voor Havana. Maar had hij iets anders besloten of wist je dat al? Nee, ik dacht dat niet, want Havana speelde gewoon een goede wedstrijd. Ja. Alleen ja, het stond gewoon niet goed. Elke keer waren de tweede ballen, die waren niet voor ons. En op een gegeven moment, de trainer dacht dan... Moet ik wisselen en dat die mij dan erin moet, dat is fijn en dan kan ik me weer laten zien. Ja. En dan, gelukkig loopt het goed af. Wat zei de trainer, je hoeft niet letterlijk te zeggen, maar wat zei de trainer in de rust? Ja, de trainer was gewoon boos. Je moet een keer gewoon de beuk erin gooien. En tweede ballen zijn altijd voor hun. En ja, dat soort dingen mogen niet gebeuren. Dat is gewoon een kwestie van scherpte en daar heeft hij wel even op gehamerd. Ja. Dan maakt Havana ook lekker natuurlijk. Die maakt er gelijk maken. En je ziet die ontlading bij die jongen. En ik zie jou natuurlijk overal omheen rennen. Ik denk, die gaat ook nog wel komen. En dan is het dat moment. Maar ik heb toevallig de foto gemaakt. Hij hangt mooi in de lucht. Dus, mag je mij wel? Ja, die ga ik je appen, die foto. Die mag je even sturen. Die foto gaan we appen. Nou, die kunt u trouwens zien in het fotoalbum, hè. Want daar zetten we ze ook neer. Maat, ik geloof dat ze al op je staan te wachten. Dus ik ben heel blij voor je, maat. Als je blijft scoren is er niks aan de hand, maat. Dan op een gegeven moment heb je een basisplek. Daar gaan we voor. Oké, top. Gefeliciteerd, maat. We bekeren verder. Ah, dan geeft die. AD, we hadden hem ook door het beeld. Loopt er dan allemaal doorheen, maat. Kijk, yo. Zie je, AD? Hier nog even, meneer. Kleine neven van meneer Wang. Ja, kleine wangetje. Ja, sta ik bij mijn maatje. En, die gun ik het zo natuurlijk. Want hij stond een tijdje droog. En je weet hoe die supporters zijn natuurlijk. Wij. We gaan meteen zeuren. Maat, hoe lekker is het dat je zo'n belangrijk doelpunt maakt? De aansluiting, de gelijkspel. Ja, heel mooi. Ik ben eindelijk, hè. Ja. Ja. Ja, ik zat voor te wachten echt. Ja. Ja. Maar word je nu beter bediend, vind je? Met de ballen, krijg je nou betere ballen van de zijkant? Ja, ook. Ik had veel kansen vandaag. Ik kan ook net een paar anderen scoren. Ook vorige wedstrijd had ik ook die kansen. En ik miste het. Ik moet ook mijn vertrouwen niet terugkrijgen. En het was goed dat ik alweer vandaag kan scoren. Ja. Eigenlijk verdien je het zelf terug, hè? Want als ik kijk hoe je aan het werken bent, hoe je de duels ingaat, hoe je knokt. Ja, jullie weten, er loopt af en toe iemand door beeld, hè? Dat ken. Nee. Je bent zo aan het knokken, dan verdien je ook die doelpunten, toch? Ja, dankjewel. Vind je niet? Ja, toch, maat? Ja, ik zat er echt voor te wachten. Ja, het is goed dat die bal ingeknald was. Ja. Maar als jij middenvelder bent, of een verdediger, weet je, is het anders. Jij bent spits, jij moet scoren. Als een spits niet scoort... En daarom ben ik ook zo blij voor je, want dit is een belangrijke wedstrijd. Ja. Telstra was niet de sterkste tegenstander, maar toch wel lastig, hè? Ja, natuurlijk. Het komt ook door de vertrouwen in het team bij ons. We hebben 6 wedstrijden nou niet gewonnen, ook in de competitie. En we zijn niet in de flow. En dat kan je ook gelijk zien, eerst zelf gelijk 1-0 tegen. We moeten net gewoon knokken. En tweede helft gingen we alleen maar knokken. En daardoor kwam goed met die twee goals erbij. Ja.
Nou, maar je weet het, hè, als je eenmaal weer eentje scoort, dan gaat het weer vanzelf, hè? Ja, hoop ik, hè. Ja, oké, okay, maar pak je rust, ik ben heel blij. Ja, we verspelen alweer heel snel, ja. Dus de competitie ga je ook scoren. Ja, hoop ik. Onwijs bedankt. Ja, dank je wel. Mikey. Ja. Ja, nou, even kort getokt toch, hè. Dit was het Radiojournaal, vrienden. Ik ga het, ja, ook een bakje koffie drinken. Laat ons.